is niet noodzakelijk dat bibliotheken überhaupt een makersplaat hebben. Als een bibliotheek beslist een makersplaat in te richten, dan hoort daarbij eigenlijk het verhaal: waarom willen we dat doen? En dat kan zijn om mensen naar de bibliotheek te trekken. Dat kan zijn om iets te doen aan lifelong learning. Of dat kan zijn om met scholen samen te werken. En als het doel is vanuit de bibliotheek sowieso met scholen samen te werken, dan moet natuurlijk die makerplaats daarin ook meedoen. De ultieme makerplaats in de bibliotheek wordt niet geleid. De ultieme makerplaats in de bibliotheek is van de mensen die in de bibliotheek werken, van de mensen die naar de bibliotheek toekomen, en samen houden ze dat ding draaiend. Making is iets dat uit een community ontstaat, dat door mensen gedragen en gedreven wordt die dat leuk vinden en die daar zin in hebben en die daaraan hun eigen doelen kunnen koppelen, die daar ook energie krijgen. En die energie, die wil je hebben in een ultieme makerplaats. Daar waar de energie klopt, waar een community is, waar mensen dat willen en dragen, daar werkt het. Over 5 jaar praten we wel nog over maakplaatsen in bibliotheken. Want we staan met maakplaatsen in bibliotheken nu aan het begin van een ontwikkeling. En we werken met systemen die langzaam veranderen. Dus over 5 jaar praten we zeker nog over maakplaatsen bij bibliotheken. Maar misschien op een heel andere manier. Misschien meer op een manier dat we een veel heldere beeld hebben. Wat het eigenlijk is, waarom daar die maakplaats is, waarom sommige bibliotheken een maakplaats hebben en andere niet. Maar niet meer zo van, oh wat raar dat jullie een maakplaats hebben. Oh nee, we moeten niet alle maakplaats hebben. Ik denk dat deze discussies over 5 jaar zo niet meer lopen. Nou, wat zijn de volgende stappen voor maakplaatsen in bibliotheken? 1 stap is dat we, beleidsmatig over maakplaatsen nadenken. 1 ding is dat we didactisch-pedagogisch over maakplaatsen en scholen en die koppeling nadenken. 1 ding is dat we over die communities rond maakplaatsen nadenken en die laten ontstaan en ontwikkelen. 1 ding is misschien dat we het beeld van de community librarian gaan vernieuwen in het licht van maakplaatsen. En 1 belangrijk ding, zeg ik natuurlijk als onderzoeker, is dat we onderzoek over doen.